reden dat wij gestart zijn met insecten. Dus eigenlijk 42 jaar geleden kwamen bedrijven met insecten op de markt. Daar geloofden we eigenlijk direct in. Het bespuiten van de planten, dat is toch een tik die de plant krijgt. Het kan productieskosten. Je hebt minder fotosynthese. Je krijgt een soort beschermlaag over je plant. Met insecten kan je heel goed de plagen bestrijden. Zodat je een superschoon product krijgt. En traditioneel gebruiken wij ook altijd al insecten. En hier biologisch mag je niks anders meer gebruiken als alleen insecten. En dat project is eigenlijk goed geslaagd. De luisbestrijding doen we met 7 verschillende luisbestrijders. Goede insecten. Er is altijd een biologisch evenwicht in de kas aanwezig. Dus een plaag is altijd aanwezig. Maar wij bepalen tot hoever we de plaag door laten gaan. Dus door middel van de insecten in te zetten en de luis te tellen, te meten. Door middel van scouters. We hebben hier eigenlijk continu 3 mensen lopen die continu de luis tellen, in kaart brengen. En aan de hand daarvan bepalen wij de aantallen goede insecten die we inzetten. De voordelen kan je op verschillende manieren uitleggen. Kan je op verschillende manieren ook bezien. Enerzijds heb je een voordeel voor de consument. Neem bijvoorbeeld jouw tomaten of je paprika's die je koopt in de supermarkt. Die zijn gewoon schoner. Daardoor dus ook gezonder. Voor de teler die ze maakt, blij dat hij schone producten kan leveren. En dat helpt natuurlijk ook voor een goede prijs voor zijn producten. Anderzijds heeft een teler andere economische voordelen. Hij hoeft geen chemische bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken. En dan praat ik over een teler die producten telt in kassen. Nog meer voordelen zijn dat we hoger gekwalificeerd personeel hebben. Hoger opgeleide mensen, die hebben we in dienst van de universiteiten. Dus hoger geschoolde mensen hebben we nodig om de tuinbouw hierin nog eens een boost te kunnen geven. De biologische bestrijding hebben we nu weer 100, nog niet 100% onder controle, maar 70%. Er zijn nog wel problemen. We hebben 8 jaar moeten strijden om dit te kunnen bereiken. Je ziet ongelofelijke dingen gebeuren in het veld. Je ziet al, als een teler minder gaat spuiten, dat al een positief effect, dat er vaak een positief effect optreedt. Chemische bestrijdingsmiddelen zijn namelijk zo goedkoop dat telers het veel te gemakkelijk toepassen. Daarnaast zien we, als we stoppen met spuiten, dat de natuur, als er natuur aanwezig is rond een veld, een open veld, we zien het ook in kassen gebeuren, dat de natuur als het ware gewoon binnen vliegt of binnen wandelt. Ik denk zelfs al haast al als we ze placebo's zouden geven. Dat de natuur stap voor stap terugkomt. Maar doordat we monocultures hebben, moeten we de natuur wel een beetje helpen. Wat wij ook belangrijk vinden, is dat het onderzoek bij de universiteiten, ik denk aan Wageningen, ik denk aan Leiden, en er zijn meer universiteiten in Nederland, maar ook in Europa, dat onderzoek moet doorgaan. De overheid moet zorgen dat de kennisinstellingen in stand blijven. Als dat niet gebeurt, als je kennis gaat ontberen, ja, dan ga je de verkeerde weg op. Dan leg je alles in handen van het bedrijfsleven en dat is, dan weet ik niet of we de allerbeste oplossingen gaan krijgen. Ik denk dat de overheid daarin ook een sturende hand kan hebben. Dus de overheid wil ik toch aansporen om de kennisinstellingen echt voldoende financiële middelen te geven om te kunnen doorontwikkelen.